Ja, laagdrempelig. Mij wordt wel eens gevraagd van hoeveel leden heeft HW Linked. Ik weet niet of iemand het antwoord weet, of kameraden. Maar dat is inderdaad gewoon nul. En ik kan u vertellen dat we dat ook zo houden. HW Linked aanwezig is. Dus van harte welkom. HW Linked zal ook in de toekomst volgend jaar 5 open koffies organiseren in deze regio. Daarnaast heeft HW Linked eigenlijk ook een stapje gemaakt naar onze buurtregio Voor de Putten. U ziet daar een banner van staan en organiseren we inmiddels ook. Maar de Rabo is dusdanig ruim gecapitaliseerd dat het geld echt aan alle kanten binnenkomt. Ondanks, ik heb hem zelf maar even op het bordje gezet, dat we 1 Michelinster hebben moeten prijsgeven. En hoe komt dat? Heeft dat met de Rabo te maken? Nee hoor, helemaal niet. Wat is er gebeurd? Mijn naam is Cynthia Noordzijf van de firma Schrijvers Blijven, tekst- en communicatiebureau. Ik ben bij de Open Koffie om nieuwe contacten op te doen en om bij te kletsen met bestaande contacten. Ik ben Kees Herwijen van de ANP. Wij zijn een facilitaire totaalleverancier op allerlei gebieden in de breedste zin van het woord. Ik bezoek de Open Koffies omdat dit een prima medium is om nieuw contact op te doen. En daar haal ik ook zeker nieuwe relaties uit en klanten. De Rabobank heeft gesloten niet alleen uw geld bewaren, maar met u meedenken. Dat is het idee. ANP denkt graag mee op facilitair gebied. Dankjewel. Mijn naam is Nathalie van den Erik. Ik ben werkzaam voor Experience in Schravendeel. En wij zijn een arbeidsbemiddelaar die zich richt op HRM, Finance, Legal en ICT. En ik kom naar de Open Koffie om ondernemers in de Hoekse Waard te leren kennen. Erik van den Broek van de Rabobank Hoekse Waard. Wij zijn er bijzonder verheugd dat wij de Open Koffie hebben kunnen organiseren, omdat het een geweldige ontmoetingsplaats is voor ondernemers om met elkaar in contact te komen. Een enorm grote opkomst vandaag, ruim 200 mensen, en als Rabobank willen wij dat graag faciliteren. Dat midden in de samenleving staan, dingen met ondernemers ondernemen